Ja, ik zie het net staan in de krant. Ja, die bedhuisjes. Ja, daar gaat het nou al een hele week over. Op tv. Ja. Die van WNL. En iedereen heeft zitten klagen over die huisjes. En ja, het was ook weer grensoverschrijdend, vrienden. Ja, daar gaan we weer. Jullie weten hoe ik daarover denk, hè? Ja, ik ben opgevoed bij Dagblad De Tijd, vrienden. Nou, ik kan je vertellen, we hebben het over ergens rond 1970, zeg maar. Nou, en dan werd ik aangepakt, dat wil je niet weten gewoon. Dan werd gevloekt, dan werd gescholden, dan werden je stukken, die werden zo hup doorgescheurd. Dan moest je bukken voor lijmpotten, noem het maar op. Je kreeg zelfs typemachines aan je kop gegooid. En ik dacht altijd dan bij mezelf alleen maar, dat gaan ze de volgende keer niet meer doen. Ik ga het zo goed doen, nu mijn werk, dat ik ze nooit meer ga horen. Ja, dat was mijn instelling. En ik heb daar dus verder nooit over geklaagd, ergens anders. En nu, wat zien we dus nu? Zwakke broeders, dat zijn het. De zwakkeren, die zitten te piepen over mensen met visie, mensen die een beetje gezag hebben, of mensen die een beetje iets uitstralen. En de zwakke broeders, die lopen daar natuurlijk de hele tijd over te klagen, omdat ze hun werk niet goed doen. Nee. Want de cameraploegen waarmee ik werkte vroeger, die hebben nooit een woord van mij gehoord. Nooit. Niks. Terwijl ik soms enorm tekeer kon gaan. Maar nooit tegen hun. En waarom niet? Die leverden altijd fantastisch werk. Ja, dus die hadden geen last van mij. De zwakke broeders, ze marcheren op. De legers van de mensen die niks kunnen. Het wordt alsmaar erger. En de mensen die wat kunnen, die moeten dan stoppen, terugtreden of... Ja, dat is waar we aan toe zijn, vrienden. Nou. En dan zijn er natuurlijk een aantal van jullie, die zijn het niet met mij eens. Die zeggen, nee Harry, dat mag niet gebeuren. Dat is grensoverschrijdend en dat moet stoppen. Nee, vrienden. Ik sta aan de kant van die zwakke broeders. Die moeten we stoppen. Die watjes. Die moeten aan de kant.